En je verwacht dan juist van een minister-president die al 13 jaar in staat is om compromissen te bereiken, iets van reflectie op hoe het nou kan, dat op één onderwerp en dan op een specifiek punt van het onderwerp, dat dat de moeite waard was om een kabinet te laten vallen. De steek is echt nonsens en ik werp dat verre van en ik vind het beneden het niveau van de heer Paternotte. Ik zeg dat met alle scherpte. Of dat kan. Ja. De heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, de vraag die ik had gesteld was het nou eigenlijk onvermijdelijk? En ik heb niet het gevoel dat ik daar al een antwoord op heb. Want de minister-president schetst discussie over asiel en waarom die nareis van de kinderen van oorlogsvluchtelingen, waarom dat voor de VVD-fractie zo belangrijk was, dat daar een beperking op kwam. Alleen mijn vraag is dan ja, toch meer naar hemzelf. Als minister-president heb je toch een bredere verantwoordelijkheid ook. Ook naar jonge boeren die zitten te wachten op duidelijkheid en op toekomstperspectief. Of naar mensen die een betaalbaar huis zoeken. Al die onderwerpen, al die grote dossiers, je ziet het in de noodoproepen vanuit de gemeente, vanuit de vakbonden, vanuit de werkgevers, vanuit de ondernemers. Die zeggen, wij zijn zo bevreesd dat door de val van dit kabinet nu allerlei dingen op de lange baan komen. De chaos die dat veroorzaakt. Is dat niet iets wat je als minister-president dan op het moment dat je op zo'n tegenstelling van overtuigingen komt, dat je dat moet meewegen? Of dat een val van een kabinet waard is? Allereerst, voorzitter, ik vind dat de heer Paternotte zich echt schuldig maakt aan spelverruwing. Hij is vanaf vrijdagavond consequent bezig om de indruk te wekken dat de VVD kinderen uit oorlogsgebieden zou willen tegenhouden. Ik heb net uitvoerig toegelicht dat dat de grootst mogelijke nonsens is. Waar praten we hier over? We praten hier over vluchtelingen die in de meeste gevallen al vanwege naar transitlanden zijn gevlucht, vanuit daar naar Nederland komen, waarvan die gezinnen dus niet op dat moment in gevaar zijn. Als gezinnen wel in gevaar zijn, zijn er twee heel belangrijke waarden in de afspraken die we aan het maken waren. Uiteraard artikel 8 EVRM, geen discussie over. En twee, we zouden, dat heb ik net ook gezegd, we zouden komen tot een extra vangnet. Juist om die gevallen op te pakken en ervoor te zorgen dat je kinderen niet in de steek laat. Dus dat frame, alsof de VVD zou hebben gezegd, we laten die kinderen in de steek, is echt nonsens en ik werp dat verre van me en ik vind het beneden het niveau van de heer Paternotte. Ik zeg dat met alle scherpte. Nou. En nu naar zijn vraag. Het is niet de bedoeling dat u mee gaat doen aan het debat. Echt niet. U heeft nu te vaak geklapt op de tafeltjes. Dus nu echt daarmee stoppen. Ja. Het zit mij eerlijk gezegd enorm dwars dat al sinds vrijdag het vreemd is wat de B66 neerzet. Nu ga ik naar de inhoud van zijn vraag. Want dat is een relevante vraag. Ja. Ik ga eerst de hele vraag beantwoorden, als dat goed is, voorzitter. Ja. En de vraag van de heer Paternotte was... Nee, wacht, de heer... Ik ben op de Rutte vraag is beantwoord. Bezig met het beantwoorden. De vraag van de Paternotte was, moet je niet de bredere afweging maken? Daar heeft hij volkomen gelijk in. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Je hebt je, als een politiek probleem ontstaat, heb je je af te vragen, A, is dat politieke probleem op te lossen? Ik dacht woensdag van niet, donderdagavond van wel, vrijdagavond bleek een route die we dachten dat er zou kunnen zijn, toch niet te lukken. En dan moet je uiteindelijk vaststellen dat dat politieke probleem niet is op te lossen. Vervolgens is natuurlijk altijd de vraag, hoe weeg je dat in het bredere geheel? Ook ik als minister-president heb dat te doen, vanzelfsprekend. We doen het ook met het hele team. Maar laten we wel vaststellen dat het grote vraagstuk van de asielmigratie, en ik herinner mij dat ik vorig jaar, vanaf eind augustus, en ik had nog het minste werk eraan, maar de topambtenaren van justitie en ook de andere ambtenaren van justitie, de mensen in Ter Apel, iedere avond uren aan het bellen waren om ervoor te zorgen dat de asielzoekers niet in het gras hoefden te slapen. Ik vond dat verschrikkelijk dat dat gebeurde. Dat mensen buiten sliepen, dat mensen niet een normaal onderkomen hadden. En wat ik ook verschrikkelijk vind, is dat we een asielketen hebben waarin we zeggen, we bieden je bescherming. En vervolgens dwel je in die keten rond. Moet je van Assen naar Ter Apel, terug naar Assen naar Ter Apel. Mag je blij zijn dat uiteindelijk je asielaanvraag een keer wordt behandeld. Vanwege allemaal problemen met de capaciteit, ook vanwege de hele grote aantallen. Als je dan daar doorheen komt, dan mag je blij zijn als je ooit een huis vindt. En als je een huis vindt, is het waarschijnlijk een containerwoning. Dus dat is niet een manier om ermee om te gaan. Dat is voor mij belangrijk dat we dat wel op een fatsoenlijke manier doen en daarmee ook het draagvlak in Nederland onder het asielbeleid behouden. En dat je het op een fatsoenlijke manier doet, in acht nemend alle internationale verdragen, alle juridische randvoorwaarden, alle uitvoerbaarheidsrandvoorwaarden, die waren allemaal leidend in deze hele discussie voor alle vierde partijen. En als het dan niet lukt op zo'n groot punt, dan kan het zijn dat een kabinet zegt het lukt niet, het loopt hier politiek vast. Overigens zonder ruzie, dat is in een fatsoenlijke sfeer gegaan, omdat er respect was voor de verschillende opvattingen. De heer Paternotte. Voorzitter, grote woorden, maar we hebben allemaal de stukken gekregen en ook wat de minister-president zelf op woensdagavond op tafel heeft gelegd. En dat is simpelweg
een beperking op die nareis voor subsidiair beschermden. Oftewel oorlogsvluchtelingen. Dat is ook letterlijk het enige wat ik steeds heb gezegd. Dus waarom hij het nodig vond om daar allerlei verwijten over frames en dergelijke op te plakken. Als je wilt dat in Ter Apel geen mensen in het gas liggen, dan zou bijvoorbeeld die spreidingswet ook iets zijn wat natuurlijk enorm helpt. Maar het punt, de vraag die ik aan hem stelde, en als hij zegt ja, natuurlijk heb je een breder belang en dan toch weer terugkomen op asiel. Ik heb het juist over al die andere vraagstukken die liggen. Een burgemeester die ook zegt van ja, het ene Den Haag zit nu het andere Den Haag zo in de weg. Een val van een kabinet is toch niet iets wat je alleen maar kunt terugbrengen tot dat ene vraagstuk. En hoe je het noemt, noem je het. Maar die ene maatregel die bovenop een heel pakket komt wat er al lag. Want wat we allemaal nu zien, ook in de stukken, is dat het pakket wat er lag, dat zou het grootste immigratiepakket zijn dat onder alle kabinetten Rutte gebaseerd had kunnen zijn. Waarom dat niet nemen? Als je ondertussen enorme stappen vooruit kunt zetten, terwijl er zoveel urgente vraagstukken in Nederland liggen, waar nu heel veel stilstand dreigt. Er was op twee cruciale onderdelen geen overeenstemming. Dat is het beperken van de nareis voor oorlogsvluchtelingen. Dat is een betekenisvolle maatregel die gaat om grote aantallen, zowel direct als indirect. Het tweede, zei ik tegen de heer Paternotte, ondanks zijn eerdere interruptie mevrouw Hermans, waar geen overeenstemming over was, ik heb geschetst waarom, is de nareis op de nareis. Ook een belangrijke maatregel om eruit te komen. En als je niet komt uit de nareis, vanwege het feit dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen oorlogsvluchtelingen verdragsvluchtelingen, dan kom je er zeer waarschijnlijk ook niet uit als het gaat om de nareis op de nareis. Dus er was helemaal geen overeenstemming over de nareis op de nareis. Er lagen goede maatregelen klaar. Maar van een aantal van die maatregelen natuurlijk uiteindelijk ook vanwege afspraken in Europa en het voldoen aan die Europese regelgeving sowieso noodzakelijk was. Maar ik loop er niet voor weg, er lag een goed pakket. Maar in de optelsom, naar mijn overtuiging, was dat echt volstrekt onvoldoende om echt betekenisvol ervoor te zorgen dat je in staat was om die asielstroom ook deze zomer en de komende zomers onder controle te krijgen. Op een manier dat er in Nederland draagvlak blijft voor ons asielbeleid. Maar je ook zorgt dat mensen die hier naartoe komen, dat die uiteindelijk ook op een fatsoenlijke manier worden opgevangen. En dat je die ook naar een startplek aan die samenleving brengt, dat ze ook een reële kans hebben in dit land om vooruit te komen. Tot slot de heer Paternotte. Voorzitter, ik vind het toch jammer dat ik heb steeds gezegd, kijk ook breder naar alles wat er in Nederland speelt. De zorgen over armoede die kan toenemen, de zorgen over een economie die niet hard genoeg groeit, de zorgen over de woningbouw, de stikstofcrisis, dingen die vastlopen. En dat ik steeds een antwoord krijg wat weer gaat over die spanningen op asiel. Ik vraag ernaar omdat uiteindelijk het besluit dat vrijdag door het kabinet is genomen, om te constateren dat men daar niet uitkomt, enorme gevolgen zou hebben voor heel veel mensen in Nederland die nu ook uiten dat ze zich zorgen maken dat er besluiten vooruit worden geschoven, niet worden genomen. En je verwacht dan juist van een minister-president die al 13 jaar in staat is om compromissen te bereiken, iets van reflectie op hoe het nou kan, dat op één onderwerp en dan op een specifiek punt van het onderwerp, dat de moeite waard was om een kabinet te laten vallen. Niet de moeite waard, voorzitter, maar ik zou wel D66 willen voorhouden dat migratie na de Russische agressieoorlog in Oekraïne het nummer één onderwerp in deze samenleving is. En om goede redenen. Omdat mensen zich op allerlei verschillende invalshoeken grote zorgen maken op dit punt. Echt grote zorgen. En dat zien we gewoon iedere dag terug, ook gewoon in de praktijk. Ik heb het genoemd, de overvolle asielzoekerscentra. Het feit dat mensen uiteindelijk geen onderdak kunnen krijgen. Het feit dat het in het onderwijs vastloopt, op de woningmarkt vastloopt, dat het overal vastloopt. Dit is een serieus groot probleem. En als het kabinet na zo lang praten niet in staat is, en ik verwijt dat niemand, want we hebben dat in goede sfeer gedaan, er waren uiteindelijk botsende waarden, en dat kan soms gebeuren in de politiek. Dat op zichzelf is niet het ergste. Maar dan kan het ook zijn dat je met elkaar moet vaststellen, dit is zo'n groot onderwerp, het is onvermijdelijk dat we nu naar de kiezer gaan. En dat was de conclusie van vrijdag. Voorzitter, dan kom ik bij de kiezer, want ik heb in mijn verklaring toegezegd dat het kabinet geen besluit neemt in zaken de verkiezingen, zonder dat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken. Uit de inbreng van de voorzitters van de verschillende fracties, en luistert u goed of ik u goed citeer, of althans goed interpreteer. Uit de inbreng van de voorzitters van de verschillende fracties in dit debat concludeer ik dat er in deze Kamer geen bezwaar bestaat tegen een besluit tot ontbinding van de Kamer en verkiezingen. Dat is punt 1. Ik moet dat kijken en als nu iemand boos naar de microfoon loopt, en dat zou een meerderheid van de Kamer vertegenwoordigen, dan heb ik daar natuurlijk rekening mee te houden. Want het kabinet neemt zo'n besluit gehoord het parlement. Het is niet in overleg, maar na overleg. Maar uiteraard weegt dit heel zwaar. En dan 2. Wat betreft de verkiezingsdatum, dus de ontbinding van het parlement, daarvoor geldt dat op zichzelf dat niet nadrukkelijke afstemming vraagt met de Kamer. Maar ik denk dat het toch goed is dat te doen. En we hebben gekeken, ik heb net ook Hanke Bruinslot, de minister van Binnenlandse Zaken, aan de lijn gehad. Die staat in contact met de kiesraad, met de VNG, met alle deskundigen op dit terrein. En
Het kabinet wil graag de ruimte vragen om de precieze data van de verkiezingen nu nog niet vast te leggen, maar wel met elkaar te zeggen dat waarschijnlijk de ballpark, dus de landingsgrond, zal zijn rondom half november. Dat is waar we nu op uitkomen als we luisteren naar alle adviezen van kiesraad, VNG, etc. En daar ben ik klaar voor. Ja, en dan was er de vraag nog van de heer Eertmans, maar dat ging over de spreidingswet, dat is aan het parlement. Ook wij hebben trouwens die informatie gekregen van de kiesraad medio november. Daarmee zijn we aan het einde gekomen aan de eerste termijn aan de kant van het kabinet. Ik kijk of er nog behoefte is aan een tweede